Zo, beste mensen, we zijn weer terug. Het vorige filmpje die ik gisteren heb gemaakt, heb ik verwijderd van Facebook. De enige reden daarvoor is dat het een beetje te verwarrend zou worden. Dus samen met Manon, onze fysiotherapeut in de praktijk in Nijmegen, gaan we duidelijk maken wat er eigenlijk aan de hand is. Want gisteren is een beetje voorbarig geroepen, alle praktijken betreffende fysio gaan open. Ik laat het woord aan Manon. Zij gaat jou duidelijk uitleggen hoe je te werk gaat, in welke situaties je wel terecht kan komen bij ons in de praktijk, in welke situaties niet, en wat er exact veranderd is ten opzichte van gisteren. Manon? Ja. Ja. Eigenlijk het belangrijkste om te weten is dat alle zorg die op afstand geleverd kan worden, dus die via videoconsult of via telefonische consult geleverd kan worden, die blijft op die manier plaatsvinden. Dus kan het ook online, kan het via videoconsult, dan blijf het op die manier doen. In speciale gevallen kan het zijn dat je wel voor behandeling naar de praktijk mag komen. Wat zijn dan gevallen, bijvoorbeeld iemand die net geopereerd is, die op dit moment fysiotherapeutische zorg nodig heeft en wat niet via videoconsult kan plaatsvinden, en waarbij het echt nodig is voor de revalidatie. In zo'n geval zou iemand bijvoorbeeld naar de praktijk kunnen komen. Maar dat is dan alleen na overleg met de betreffende fysiotherapeut. En dan plannen we samen een moment in waarop dat kan. Dat betekent dus niet dat wij gewoon de hele dag open zijn voor gewone consulten. Maar dat alleen de noodzakelijke zorg daarmee geleverd zou worden. Daarvoor hebben we de nodige beschermingsmiddelen nodig. We hebben wat aanpassingen hier ook in de praktijk gemaakt. Met afstanden tussen wachtende mensen. We hebben aanpassingen gemaakt in de looprichting in de praktijk. Om het allemaal zo veilig mogelijk te houden. Maar belangrijk is dus dat die behandelingen alleen in overleg met de fysiotherapeut kunnen plaatsvinden. Wat we daarom aanraden, als je klachten hebt, plan een afspraak in voor een online videoconsult. Dan kunnen we tijdens de consult kijken wat er aan de hand is en oordelen of deze klachten in de praktijk behandeld moeten worden. Is het niet nodig om naar de praktijk te komen, kunnen we veel online doen, dan doen we het gewoon op die manier en houden ze veilig mogelijk. Goed, ik moet wel toegeven, we hebben goede ervaringen met online. Ja, dat gaat vrij vlot. Zeker. Mensen zijn zeer tevreden. Dus heb je behoefte aan, maak gebruik van de e-consulten. Dus alles online. We hebben ook Fysiofit die het doorgaat. Zwangerschapsfit, ja, dankjewel. Goed, dat is betreffende fysio. Betreffende hoofdstuk chiropractie is er eigenlijk niets veranderd. We zitten met onze handen vast, dus het enige dat wij kunnen doen is via een e-consult jullie benaderen. Wij mogen niet aan de patiënten komen tot en met verder duidelijk is. En dat zal eigenlijk impliceren tot en met 20 mei. Heb je nog iets toe te voegen, Van? Ja, als laatste even benadrukken dat de e-consult, dus de videoconsulten, echt van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een hele hoop patiënten. Ik heb in de afgelopen tijd een hoop mensen die wij kunnen helpen, die daardoor echt minder klachten hebben in deze periode en verder vooruit kunnen en niet stagneren in het behandelprogramma. Dus twijfel niet, maak gewoon een afspraak en bekijken wat er mogelijk is. En dat is echt meer mogelijk dan je denkt via videoconsult. Ja, we hebben de triage doorgenomen, we hebben alles goed bestudeerd. We hopen up-to-date daarmee te zijn. Ja, mocht er iets veranderen, dan gaan we weer een filmpje plaatsen op Facebook. Vandaag komt ook onze nieuwsbrief uit, dus volg ons. En tot nu toe wensen Manon en ik u een fijne dag. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.